BRICS-landen richten een eigen ontwikkelingsbank op. Goedenavond dames en heren bij onze huidige, uiterst actuele mediacommentaar. BRICS. Het overwicht van de VS erodeert verder. Fortaleza, Brazilië. Nee, dit keer niet het WK voetbal, maar een conferentie van de zogenaamde BRICS-landen. BRICS staat voor Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Op de agenda het scheppen van een nieuwe ontwikkelingsbank en een monetair fonds om de financiële crisis los van de door de VS bestuurde Wereldbank en het IMF het hoofd te bieden. En wat daar momenteel gebeurt is misschien niet naar de zin van de VS en zijn westerse bondgenoten. Reeds in 2009, op een conferentie in Jekaterinburg, Rusland, probeerde de Russische president Poetin de deelnemers tot een tegenbeweging tegen het verdrag van Bretton Woods te overtuigen. Het doel was om een tegenweg te vormen tegen de door de VS gedomineerde instellingen IMF en Wereldbank. Nu hebben in Brazilië de BRICS-landen overeenstemming bereikt om een alternatief te scheppen voor het westerse door de VS gedomineerde systeem. Zo wordt de ontwikkelingsbank van de BRICS in een eerste fase met een tegenwaarde van 50 miljard dollar voorzien om infrastructuurwerken en duurzame ontwikkeling te bevorderen. Met aanvullende miljarden uit Moskou en Peking groeit een concrete concurrentie, maar ook een gevaar voor de op dit gebied tot nu toe dominerende wereldbank. Bovendien hebben de Staten een overeenkomst bereikt over de oprichting van een eigen waarborgfonds ter waarde van 100 miljard dollar met een inleg uit verschillende reservevaluta's. Uitgerust met 41 miljard door China. 18 miljard door zowel Brazilië, India als Rusland en 5 miljard door Zuid-Afrika zou het fonds in het bijzonder ook de kapitaalvlucht uit de BRICS-landen verhinderen. Een kapitaalvlucht die, naar hun mening, door de politiek van de IMF werd veroorzaakt. Maar wat betekent deze beslissing werkelijk niet alleen voor de BRICS-landen, maar ook voor het Westen? Wel beschouwd, is het scheppen van deze beide instellingen een veel te late slag. Op het veld van de geopolitiek tegen de door de VS bestuurde wereldwijde financiële dictatuur van de dollar. Met een eigen ontwikkelingsbank en een eigen waarborgfonds geven ze naar de mening van insiders een aftrap voor een nieuw geopolitiek tijdperk. In het bijzonder, de Russische president Poetin gedraagt zich uiterst behendig wat deze conferentie in Fortaleza en zijn verdere ontmoetingen in Latijns-Amerika op dit moment betreft. Zo ontmoette Poetin de Braziliaanse president Dilma Rousseff niet alleen om uitgangspunten van de ontwikkelingsbank en het waarborgfonds te bespreken, hij gebruikte die tijd ook om met vertegenwoordigers van Zuid-Afrika over het gebruik van de nationale valuta in de handel tussen beide staten te spreken, met de Cubaanse staatshoofden Raúl en Fidel Castro van gedachten te wisselen en Cuba 36 miljard dollars kulden kwijt te schelden. Bovendien ontmoette Poetin het staatshoofd van Uruguay, PP Muljica, in verband met de bouw van een diepzeehaven, met het staatshoofd van Venezuela, Nicolas Maduro, en met de president van Bolivia, Evo Morales, wat in de ogen van Washington wel haast allemaal vijanden van de VS zijn. Samen met China, dat op diplomatieke toer door Latijns-Amerika is, wil Rusland de omwenteling naar een multipolaire wereld bereiken en de betekenis, macht en controle van de VS op de rest van de wereld beperken. En daarmee een soort alternatieve strategie voor de huidige ontwikkeling van het door de VS gestuurde kapitalisme creëren. Ook wanneer het nog een lange weg is die de BRICS-staten hebben af te leggen, te meer omdat ze zelf nog veel braakleggende problemen hebben op te lossen, kon het wel eens zijn dat de analisten in Washington een reden hebben om zich grote zorgen te maken. Juist omdat daardoor de dominantie van de petrodollar nog onzekerder wordt en de financiering van de VS door de andere staten, door middel van dollarschepping, moeilijker gaat worden. Nadat de BRICS-landen een eigen instelling hebben opgericht, gaat het er nu om de reactie van de VS nauwkeuriger te bekijken. Zijn er cyberoorlogen, bedreigingen, embargo's of zelfs oorlog, dan is het niet verwonderlijk dat de Amerikaanse president de EU tot sancties tegen Rusland dwingt en Rusland het liefst in een eigen oorlog tegen Oekraïne verwikkeld zou zien. Wij volgen met de verslaggeving hierover de gebeurtenissen op de voet. Denk met ons mee, wij vermoeden geen goede ontwikkeling. Daarom gaat het erom opmerkzaam de komende ontwikkelingen te observeren. Wij danken u zeer voor uw meegaan. En verheugen ons u weer op onze zender te mogen begroeten.